januari, klopt ja, een telefoonnummer op de pakjes sigaretten te staan. Dat nummer is 0800. Ik draai het even om te kijken of er nog iemand is. 0800 111. Ja, 00. En dat nummer, dat is tabakstop. En daar zou je dus in dit geval mee moeten geholpen zijn als je wilt stoppen met roken. Ik ben benieuwd. Goedenavond bij Tabakstop. Ja, ik ben bij Tabakstop. Dit is Marcel van Okentest op Mensen. Met wie spreek ik? U spreekt met Christine. Dag Christine. Je bent van Tabakstop. Sinds 1 januari staat dat nummer op de pakjes sigaretten. Hoe komt dat zo, dat dat nu mag hier bij ons? Ja, in België is dat nu wettelijk verplicht. Mm-hmm. Wij zijn het tweede Europese land, na Zwitserland, die dat bij wet verplicht maakt. Goed. Dus die gele band is nu onderdeel van de waarschuwing op de pakjes. Dus ja. Zowel de telefoonnummer als de website worden vermeld. Ja. Dus daar kan je dus naar bellen. En het is een hele goede lijn. Het is zelfs zo'n goede lijn dat ik u zie spreken in de telefoon. Want u zit gewoon hier in de studio. Applausje voor Christine Plets. Goedenavond, mevrouw. Kom even bijstaan. Ja, hoe gaat het met Tabakstop sinds 1 januari? Heeft u al veel telefoons gekregen? Ja, wij merken toch wel meer telefoontjes sedert begin januari. Ja, en wie krijgt u nu aan de lijn? Zijn dat allemaal hopeloze sukkels die zeggen ik wil stoppen en het lukt me niet? God, wij krijgen heel veel verschillende soorten mensen aan de lijn. Ik zou zeggen, ons publiek is van 7 tot 77 jaar. Echt? Van zo jong ook? Jonge mensen die bezorgd zijn om een papa of een mama die rookt. Och, tot ja. De oudere mensen die een partner hebben die rookt. En ja. Dan de groep stoppers die advies willen of informatie. Maar ook echt hulp bij het Want je stoppen. Kan je nu iemand echt via de telefoon doen stoppen met roken? Kan dat? Met een goed gesprek dus eigenlijk? Wel, de mensen bellen anoniem. Hè. Onze lijn is anoniem en gratis. Mm-hmm. En we hebben niet altijd een zicht of die bellers na een eenmalig contact ook gestopt zijn. Maar we hebben ook een begeleidingsprogramma. Ja? Dat is een persoonlijke coaching waar mensen eigenlijk een tabakoloog krijgen die hun wekelijks of tweewekelijks opbelt. Gedurende... Ah, dan worden ze teruggebeld? Ze worden teruggebeld en ze krijgen dus gedurende 3 maanden een persoonlijk begeleidingsplan. Wow. En daar hebben we wel resultaten van. Want die mensen bellen wij na 6 maanden en na een jaar terug. Dan heb je toch wel een redelijke ploeg van mensen die daarop zitten. Wij hebben nu een tiental Nederlandstalige en ook een tiental Franstalige tabakologen die voor ons werken. Kunnen de mensen nu nog bellen? Het is 8:45 s'avonds. Onze openingsuren zijn van 15 tot 19 uur. Maar ons nummer is wel 24 uur bereikbaar. Dat wil zeggen, je kan een berichtje naar achterlaten. Je hè? Kan vragen om teruggebeld te worden. Goed. En dat proberen wij dan binnen... Kun je mij even terugbellen? Ja, echt? We proberen dat binnen de 3 werkdagen. Behalve op piekmomenten moeten mensen misschien wat meer geduld hebben. Dus als ze nu toevallig op een bezettoon vallen, probeer het morgen nog eens. Jullie zijn er wel en er is een goede begeleiding mogelijk. Absoluut. Om mensen te helpen stoppen met roken. Het nummer is 0800 111 00. Klopt, hè? Dat klopt. Christine Plets, ik dank je voor dit gesprek. Ja, en misschien weet je dat nog, maar we zijn 40 mensen aan het volgen. 40 verschillende mensen die we via Radio 2 hebben opgeroepen om mee te doen aan onze actie Tracht eens te stoppen met roken. Die zijn we nu al aan het volgen sinds november. We zijn dus nu al een stuk verder. Vandaag krijgen we de tweede reportage en dan zien we binnen een aantal weken of ze effectief gestopt zijn. En deze tweede reportage gaat erover wat zijn nu die specifieke hulpmiddelen om te stoppen met roken. Roken is verslavend. Ermee stoppen een hele opgave. Daarom willen wij, goed als we zijn, een handje helpen. Ook getest op mensen verzamelde 40 rokers die van hun verslaving af wilden. Ze konden kiezen uit een aantal populaire hulpmiddelen. Een eerste groep koos voor een laserbehandeling. De tweede groep koos voor een trainingssessie van rookstopgoeroe Alan Carr. De derde groep koos voor nicotinevrije medicatie. Een aantal wilde het op wilskracht proberen. En een laatste groep koos voor begeleiding door een tabakoloog. Na 3 maanden willen we bekijken welke methodes gewerkt hebben. Leerkracht Hilde is een van onze 40 ex-rokers. Ik vind dat ik een voorbeeldfunctie daarin heb. Ik denk dat je het niet meer kan maken dat je het roken verbiedt, maar dat je dan eigenlijk zelf nog rookt. Ik vind dan ook een beetje mijn morele plicht om daar zelf het voorbeeld in te geven. Dat was de allerlaatste. Hilde is exact 1,5 dag gestopt met roken. Ze heeft een afspraak bij haar tabakoloog. Goedemiddag. Hoe gaat het? Ja, het lukt wel. Mm-hmm. Maar ik vind het... Ik heb het toch een... Ik was te euforisch gisteren. Ja? Ja, ik heb het een beetje lastig. Ja. Hilde is, net zoals elke roker, eigenlijk afhankelijk geworden van sigaretten.
Zodanig als ze stopt met roken, dat ze eigenlijk een verslavingsprofiel gaat vertonen. Dat inspeelt op 3 componenten, namelijk de fysieke verslaving, de psychische afhankelijkheid en de gedragsmatige afhankelijkheid. Wat nu bij een tabacoloog gebeurt, is dat men op die 3 elementen gaat inspelen, zodanig dat een uniek behandelingsconcept eigenlijk wordt aangeboden aan elke afzonderlijke roker. Dit is een onmisbaar instrument voor elke tabacoloog, een CO-meter. Een niet-roker heeft geen CO of koolstofdioxide in de longen. De normale waarde van een niet-roker ligt tussen 0 en 5. Oké. Wow. Schitterend. Goed. Ja. Ja. Dus. Motiverend resultaat. Ja. Vorige keer zat je hier. Ja, rode zone. 24 in de rode zone. Ja, nu zit je al in de groene zone. Yes. Bruno stopt vandaag met roken. Hij koos voor een laserbehandeling als hulpmiddel. Ik ken een paar mensen die daar succesvol mee gestopt zijn. Daarom, daarvoor ga ik 100%. Na een inleidend gesprek zal de therapeute Bruno behandelen met een laserpen. Die gaat, net als bij acupunctuur, strategische punten op het lichaam stimuleren. Dat zou het natuurlijk evenwicht bij de roker herstellen. Heeft u uw sigaretten al weggedaan? Nee. U mag ze zelf weggooien. Oké. Allee. Vaarwel. Wat de wetenschappelijke waarde is van lasertherapie kan jammer genoeg voor het ogenblik moeilijk worden ingeschat, omdat er weinig gefundeerde, grondige wetenschappelijke onderzoeken zijn geweest die het effect hebben bestudeerd. Dat betekent echter ook niet dat het geen effect zou kunnen hebben of dat het geen effect heeft. Men heeft het alleen voor het ogenblik wetenschappelijk nog niet voldoende kunnen vaststellen. En ook hier kan het placebo-effect een rol spelen, namelijk het geloof in de procedure bepaalt al voor een stuk de werking van de procedure, net zoals we dat ook zien bij alle andere middelen die we gebruiken om te stoppen met roken en die we wel aanvaard hebben als zijnde efficiënte middelen. Ik voel eigenlijk niks. Ik weet niet wat er mij te wachten staat. Ik ben ongelooflijk benieuwd. Ook vrachtwagenchauffeur Luc stopt vandaag met roken. Hij heeft een afspraak voor een eenmalige trainingssessie van rookstopguru Alan Carr. Een gedeprimeerde stemming. Er vast van overtuigd dat je voortaan snakkend naar sigaretten door het leven zult moeten gaan. Dat is absoluut niet de bedoeling. Ik word volgend jaar januari 50 jaar en dat is eigenlijk de motivatie. Ik vind het eigenlijk genoeg geweest. Ik heb 30 jaar gerookt. Eigenlijk weet iedereen dat het probleem van het stoppen dat tussen de oren zit. Maar door zoiets te zeggen, los je dat helemaal niet op. Het gaat er ook om dat je weet wat er tussen de oren zit. Nou, dat gebeurt eigenlijk tijdens deze training. De methode van Alan Carr maakt eigenlijk gebruik van procedures en methodes die eigenlijk ook door tabacologen gebruikt worden. Met dat verschil dat ze er misschien nog meer van uitgaan dat de psychologie van het roken, van het niet roken, de motivatie, hele sterke punten zijn, dat ze die nog meer gaan benadrukken. Omdat ze ervan uitgaan dat wanneer de motivatie voldoende sterk is, de ontwenningsverschijnselen als vanzelf gaan afnemen, verminderen of misschien zelfs niet voorkomen. Ik hoop, maar het is niet van hopen, het moet lukken. Het moet lukken. De 40 rokers moeten allemaal de eerste dagen door. De moeilijkste dagen voor het lichaam. De eerste dagen kunt je verwachten dat de fysieke ontwenningsverschijnselen het meest uitgesproken zullen worden. Meestal is dat de drang naar sigaretten. Dat kan ook een zekere vorm van geïrriteerdheid zijn, gefrustreerdheid. Mensen zijn een beetje korter van stof, zijn wat rapper op de tenen getrapt. Na 3-4 weken zullen de meeste mensen niet verschrikkelijk veel last meer hebben van de fysieke ontwenningsverschijnselen. Geertje is gestopt op wilskracht en is de eerste dagen niet heel huids doorgekomen. Het gaat, maar het is wel veel moeilijker dan ik gedacht had. Ik had er nog liggen, dat is eigenlijk niet zo slim. Dan ben ik erheen gaan roken. Stoppen op wilskracht is uiteraard mogelijk, maar bij onderzoek is gebleken dat het effect na 1 jaar vrij laag ligt en met name niet meer dan 3 tot maximaal 5% van de mensen die uit eigen kracht willen stoppen met roken zijn na 1 jaar daadwerkelijk nog gestopt. Dus de percentages liggen relatief laag. Soms denk ik toch van, had ik toch maar een methode gekozen voordat ik wel hulpmiddeltjes had. Want het is op karakter toch wel heel zwaar. Dirk, de man van Geertje, is wel nog steeds gestopt. Ik ben
14 dagen al gestopt ondertussen. Ik ben naar de apotheek gegaan, een doosje nicotinevrije medicatie gaan halen. Ik denk dat de medicatie op zich die goesting wel onderdrukt. En dat tot nu toe gaat dat voor mij zeer goed. Ik ben nu bijna 4 weken gestopt met roken en ik krijg het echt heel moeilijk. Ieder roker die gestopt is met roken zal een aantal moeilijke risicosituaties tegenkomen. Indien er zich nu een conflict zou voordoen, dat de kans reëel is dat ik toch een sigaret vraag. De meeste valkuilen zijn ofwel emoties, ofwel plotse stress die zich voordoet. En heel dikwijls, of meestal wel in combinatie met alcohol. Alcohol verlaagt de mentale weerstand. Ik ben nogal vlug op mijn tenen getrapt, wat soms leidt tot onnodige discussies thuis. Ieder persoon die gestopt is met roken, zal een antwoord moeten weten te formuleren tegenover die valkuilen die hem dreigen terug naar die sigaret te doen grijpen. Volgende keer maken we de balans op na 3 maanden. Hoeveel van de 40 rokers zijn dan nog steeds ex-roker? Roken is een verslaving, zoals alcohol een verslaving kan worden. 1 trekje terugnemen en de kans is zeer groot dat je terug herstart bent. Ook al is dat 15 jaar geleden dat je gestopt bent, zij het met roken, zij het met alcoholgebruik. Vandaar de noodzaak om zelfs niet 1 keer te trekken aan een sigaret. Inderdaad, en begin maart, binnen een paar weken, zijn onze 40 mensen dus 3 maanden bezig met het stoppen met roken. Dan gaan we kijken welke methodes er nu echt gewerkt hebben. Dat is dus voor binnen een uitzending of 3.